Dus we zijn bezig met een pilootproject en we zijn moerindicatoren aan het plaatsen op buiten- en moeren die we slecht kunnen inspecteren omdat ze slecht bereikbaar zijn. En die slecht bereikbare moeren zouden we dan kunnen inspecteren van op afstand met verrekijker of met andere hulpmiddelen zoals camera's. Om deze zodanig te monteren over de buit of de moerkop, dat we eigenlijk dit vlaggetje kunnen zien verdraaien of niet. Staan de moeren of buit dicht genoeg bijeen, kunnen we ze naar elkaar laten wijzen en anders naar een ander referentiepunt. Deze inspectie is belangrijk, technisch gezien, omdat deze kunnen loskomen. Wat natuurlijk voor de werking en de infrastructuur niet in orde is. Langs de andere kant zit er ook met een veiligheidsaspect. Loskomende buiten kunnen ook vallen en uiteraard is dit openbaar domein en kunnen daar zowel werknemers als passanten onder passeren. En een bout van die hoogte, dat kan aankomen. Dit is eigenlijk iets heel eenvoudig, een beetje gespiekt van wat ze doen op vrachtwagenwielen. En zo zie je maar dat iets heel eenvoudig wel een enorme meerwaarde kan betekenen. De uitrusting met de moerindicatoren zal een groot project zijn. Dat zal een eenmalige grote investering zijn die we voornamelijk willen uitvoeren eerst op de oudere kunstwerken. Zeker op de moeilijk bereikbare plaatsen, daar is ook de meerwaarde voor. De nieuwere kunstwerken, waar we redelijk zeker zijn dat we momenteel geen probleem mee krijgen, kunnen eventueel in een latere fase aan bod komen.